dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om in de bovenzaal te komen. Ja, wat ik eigenlijk het liefste wil, is dat het interactief verhaal wordt. Ik ben gewend om tafels te maken en ik ben niet gewend om 3 kwartier lang aan elkaar te kletsen. Dus ik had eigenlijk het volgende bedacht. Ik wil je gewoon wat ervaring met mij delen hoe ik van sportleraar tot tafelmaker ben geworden. En welke ups en downs ik daar in tegen ben gekomen. En welke metaforen er van tafels allemaal een link hebben met mijn leven. En eigenlijk te beginnen door jullie de vraag te stellen. Wat heb je nou allemaal nodig om van zo'n roerplankje tot een tafel te komen, dat je daar eens over nadenkt en dus aan elkaar uitlegt hoe je denkt, hoe je nou van zo'n tafel tot zo'n mooi product kan komen. En dan probeer ik daarbij aan te knopen om dus te kijken of dat wel parallellen heeft met mijn eigen leven. Volgens mij is dat wel zo. Bedoel je dat gewoon in praktische zin? Ja, maar gewoon heel praktisch. Zo van, hoe ga je nou van iets ruws, zo'n plank met, hier heeft volgens mij aardig wat houdt er ook om ingezeten, zelfs hier. Ik weet niet of hij het einde van de sessie haalt. Ik hoor altijd in deze. Ja. Voortman blij mee. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon het verhaal van. Misschien moet ik eerst even kort eigenlijk het verhaal van de tafel vertellen, dat lijkt me beter. Het is ooit begonnen in 2007. Naar een lange periode van dat ik als sportleraar gewerkt heb en een aantal jaren als loopbaancoach gewerkt heb, dacht ik in één keer van in de wereld slagen. Ik heb toen een beetje gedoe van, weet je wat, ik begin een meubelmakerij. En in 2005 ben ik een cursus ambachtelijk meubelmaker gaan volgen. En dat vond ik eigenlijk wel heel gaaf, met mijn handen werken. Nou, dan word je geslagen en dan kun je 2 dingen doen. Je gaat in de branche waar je werkzaam bent, dat was voor mij toen de reintegratiebranche, weer solliciteren en de kans krijgt dat je na 3 jaar weer uitgedonderd wordt, want zo gaat het, contract nog een keer verlengen en dan de derde keer, hoe aardig ze ook vinden, 9 van 10 keer moet je dan vertrekken. Of je gaat iets doen waar je misschien wel enorm tegenop ziet, maar waar je stiekem ook wel heel blij van wordt. En eigenlijk wilde ik dit al heel lang, maar ja, ik durf natuurlijk net zoals heel veel andere mensen die stap niet te nemen, maar goed, de kans is daar, we zien gewoon mijn neuro maken. In 2008 liep dat eigenlijk best wel aardig, want al die vrienden, kennissen, die helpen je wel aan werk en zo rol je er wel doorheen. Dat was het eind 2008, 2009 en toen liep alles wat terug. Mm-hmm. En eigenlijk wist ik ook niet meer precies wat ik nou, hoe ik verder wilde. En toen liep het nog harder terug. Ja, iedere familielid had een tafel. Ja, en weet je wel, dat netwerk wat je hebt is opgedroogd, want je kunt iemand niet 10 keer een tafel verkopen. Mm-hmm. Dat zou niet goed zijn in dit geval. Dus 2009 was echt, harken. En in 2010 kwam ik tijdens een durf de vragen sessie kwam ik een nieuwe schoenen tegen. Die naam ken ik de meeste, denk ik wel. En dat was echt zo'n moment van, ik wist niet waarom, maar ik moest naar die bijeenkomst in. Ik ken dat gevoel al eens van, je weet niet waarom. Mm-hmm. En dan vraagt iemand van, ik zou het echt niet weten, maar ik moet daar gewoon naartoe. Ja. En er was een bijeenkomst van Sintens en onder andere dus een durf de vraag sessie. Nou, en als ik iets niet meer deed op dat moment, was dingen durven vragen. Dus ik durfde nog net naar binnen en iedereen stond al bijna buiten. Dat ik nog mijn hand op zag van, ja maar, ik ben meubelmaker en het liefste maak ik tafels, al meer bekendheid, wat groeien. En Niels was op dat moment heel erg bezig rondom het thema sociale overwaarde. En die vraagt heel veel in lezingen toen de tijd van, nou, wie van jullie in de zaal heeft er een plank? Nou, ik kan net zo goed aan jullie vragen, wie van jullie heeft er gewoon ergens? Ik heb meegemaakt. Nou, kijk eens aan. Maar iedereen heeft al ergens zo'n plank liggen. Ja. Nou, iets wat ze van zichzelf helemaal geen waarde heeft. Maar wat waarde krijgt, als je het met elkaar gaat verbinden. En dat is natuurlijk zijn thema, sociale overwaarde. We hebben met z'n allen veel te veel,
maar het ligt op de verkeerde plek. En hoe kun je dat beter illustreren dan met zo'n plank? Nou, leuk. Dus ik bel hem nog een keer op. En zo ontstond eigenlijk de eerste tafel. Hij ging in de straat waar hij woonde hout verzamelen. Met een bus vol naar mijn werkplaats. En wij gingen een tafel maken. En dat was weer zo'n moment dat ik dacht van, ik weet niet waarom, maar dit moet ik doen. Maar mijn omgeving was het daar in ieder geval niet mee eens. Mijn vriendin was, nou, om een voorbeeld te geven, ik denk dat ik in 2009 een omzet had van 17.500 euro omzet en ongeveer 60% kosten. Mijn vrouw was gestopt met werken, die had een WAJONG-uitkering. En wij kwamen erachter dat, ik had natuurlijk altijd in loondienst gewerkt, dus dan heb je hypotheekaftrek en krijg je dat elke maand terug. Dan zei de belastingdienst in één keer van, ja meneer, u betaalt geen inkomstenbelasting, dus u heeft 2 jaar lang te veel aanslag gehad. Of u dat heeft terug wilde betalen. Dus ons inkomen ging naar beneden, onze woonlasten gingen omhoog en we hadden een enkele schuld van 1.000 euro's. En Gerrit die had het idee om met een paar mafkezen een tafel te gaan maken, wat me geld ging kosten, wat me in ieder geval heel veel tijd ging kosten. En iedereen zei, maar kun je niet beter een baan gaan zoeken? Weet je wel, ga iets nuttigs doen. Ja, sorry, ik weet niet waarom, maar ik moet het doen. Maar voordat je verder gaat, wat was het verschil van deze tafel die je ging maken en de tafels die je daarvoor gemaakt had dan? De tafels die ik daarvoor maakte waren bijvoorbeeld van massief hout. Ja, dus kessenhout. Ja, dit was dus het afvalhout. Ja, okay. Ja, dus ik had het daarvoor eigenlijk, want ik had het natuurlijk wel eens gezien over Piet en Eek, die tafels. Mm. Ik had er niet zoveel mee. Ik vond het maar een beetje sloophout. Ik weet liever met een mooi notenhout of eikenhout of kessenhout. Dat je kunt schaven en dat je kan werken. Ja, hier ga ik liever met mijn blokschaaf overheen. Er zitten vaak dingen in, of spijkertjes, of weet ik veel wat. Dus dat heeft niet die ambachtelijke touch waar ik zo blij van werd. Maar het verhaal vond ik wel heel gaaf. En die eerste tafel die we gingen maken was ook gewoon heel gaaf. Want in één keer was ik weer met een. Ik was natuurlijk heel erg teruggetrokken in mijn werkplaatsje en aan het overleven. En toen kwam ik in één keer een paar leuke gasten tegen waar ik iets leuks mee ga doen. Dus daar werd ik weer helemaal blij van. En die tafel die werd gebruikt voor Nijmegen dialoog. En die popte hierop en die popte daarop. En gaandeweg had ik zoiets van, dit is wel heel erg leuk. Misschien moet ik hier meer mee gaan doen. Maar toen ging het eigenlijk alleen nog maar slechter, want ik had een meubelmakerij. En ja, daar heb ik voor gekozen en dan komt er weer iets nieuws op je pad waar je opnieuw moet van gaan kiezen. Dan heb je weer die strijd van, ja, moet ik dit nou wel gaan doen en de omgeving die het daar niet mee eens was. En, toen was het december, toen werd Niels gevraagd voor een kerstprogramma van de ICOM. Toen zal ik ontvangen, nog hij zijn verhaal doen over sociale overwaarde. Ja, toen zei Niels, ja, dat wil ik wel doen. Sociale overwaarde tafel. Nou, die grote, die was gewoon te groot. Nou, dan maken we een nieuwe. Ja. Dus hij heeft weer een oproep gedaan en van die meuken, laten we zeggen, heb ik toen voor die icon een tafel gemaakt. En die wordt nog steeds gebruikt in het programma van andere schrijvers, het vermoeden. Dus dat is de tweede tafel. En toen begonnen mensen te zien van, hé, het verhaal is mooi, maar het product is ook best wel mooi. Toen was er een vriend die een sportschool begon, die wilde 2 tafels. En toen leek het mij wel heel gaaf om het in workshops te gaan doen. Dus met bedrijven of met gezinnen. Alleen ik had dat nog nooit gedaan, maar het leek me wel leuk. Avontuur. Ja, en toen was er een trainer die dacht van, dat is wel heel gaaf om met een managementteam te gaan doen. Samen een tafel maken, allemaal hout meenemen. Die bedachten er allerlei mooie metaforen bij. Dus zo ontstond de eerste workshoptafel. Toen belde iemand op van, gaaf. Zou dat ook met mijn gezin kunnen doen? Ja, leuk.
Dus snap je, de ideeën kwamen als van schoon uit de markt. Uit, ja. En alleen op dat moment, ik had niet zoveel om te laten zien. Alleen maar mijn verhaal van de tafel. En die ene tafel. Maar, ja, kijk, het is nu wat makkelijker. Nu kun je op de website gewoon allemaal foto's bekijken en zeggen van dat doe maar niet. Maar in het begin is dat gewoon heel lastig. Excuus. Hallo. Kom even, Martin. Dus gaandeweg begon ik ook wel te realiseren, ook toen van die tijd dat ik met coaching bezig was geweest, van ja, het is wel een hele mooie universele wet, en dat vind ik van delen is vermenigvuldigen. Wij zijn zo gewend dat als wij iets delen wat iets kwijtraken, dan is het dus twee biertjes hebt, je geeft er eentje weg, dan heb je nog maar één. Dus delen is verliezen. Maar met zo'n tafellijst ook gewoon zien dat op het moment dat je iets deelt, dat het groter wordt. Als je, dan kom je toch op dat ene plankje. Dus dat plank heeft voor zichzelf geen waarde. Op het moment dat je het gaat delen met allerlei andere plankjes, ja, dan ontstaat er weer iets nieuws. Dus ja, dat is dus eigenlijk in een notendop. Hoe ik eigenlijk hier gekomen ben. Ja, en aan jullie willen vragen van ja, hoe komt nou iets van een plankje tot een tafel? Aan de slag? Zagen? Scharen? Ja, begint met een idee. Ja? Een 3D-printer. Ja. Eerst moet je weten wat je maakt. Als je ja. Mama begint scharen te zagen, dan weet dat het maakt alleen maar. Ja, dat is wel interessant, daar kom ik zo op terug. Dus je hebt iets van eerst een idee, en gewoon doen, nog meer dingen. Hout verzamelen. Hout verzamelen, ja. Ja. Dan heb je ook een, kan je zien wat voor materialen je hebt en een bepaald materiaal een beetje product. Ja. Dus ik heb wel een beetje weten wat je doet. Ja. Je hebt nog een vaardigheid nodig natuurlijk. Ja. Skill. Prototype maken van, hoe gaat die eruit zien en blijft die ontstaan? Ja. Beginnen ja. Zonder plan. Beginnen zonder plan. Wel. Ja, ik hoor al twee, op zich al twee. Ik hoor op zich al twee hele mooie dingen die in de workshops ook heel erg naar voren komen. Als mensen een workshop op tafel gaan maken, en dan, ik leg gewoon een hele stapel hout neer. Dat is allemaal 8 mm dik, verschillende kleurtjes, verschillende diktes, dat ligt daar. Wat doen de meesten? Eigenlijk 9 van 10 of wel meer, die gaan eerst het patroon leggen, een plan maken, iets bedenken, voordat ze het gaan vastzetten. Maar gaandeweg komen ze erachter dat dat ook eigenlijk niet werkt. Want wees nou eerlijk, of dit plankje nou hier ligt, of zo ligt. Dat wat uit. Ja, maar zo zijn we opgevoed, hè? Ja. Ja, maar dat is. Ik merk zelf ook, het eerste plank wat erop gaat, een soort letterplankenvrees van als die maar goed is. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, als je met het proces begint, zit het nog heel erg in je hoofd. Want waarom wil je een plan maken? Omdat je grip wil hebben op hoe het eruit gaat zien. Dus je wil resultaat van tevoren kunnen inschatten. Maar na verloop van tijd zijn mensen aan het puzzelen. Ja, en dan gebeurt er daar wat, gebeurt er daar wat. En op een gegeven moment lukt het ze wat meer om los te laten. En dan wordt het meer een organisch proces. En dan merken ook, weet je wel, er komt gewoon een andere energie, een andere sfeer. En dan ben je gewoon aan het doen. En dan maakt het er ook niet meer uit hoe het met elkaar gaat. Nee, want de grap is, als mensen vanuit het doen die tafel maken en hij is klaar. En je gaat dan kijken hoe je eruit ziet. Het klopt altijd. En dan zie je in één keer van, hé, maar dat blauwe stukje komt zo mooi terug. Of er is een mooi ritme in de tafel, of een mooie kleurschakering. Dan merk je in één keer, ja, het klopt. En dan vraag ik van, ja, maar heb je dat dan zo bedacht? Nee. Dus eigenlijk, en op een gegeven moment raak je moe. En dan is er, ja hier is het dan niet, maar het kan best zijn dat iemand zich verzaakt heeft
waardoor zo'n stukje net te kort is. Ik denk, ah shit, ik moet een nieuw stukje gaan zagen. En dan zie je iemand anders gewoon door de houtrotsen lopen. En die vindt dan een klein stukje en gaan ze passen. Want je gaat liever een half uur passen dan 10 seconden zagen. Dat heb ik zelf ook hoor. En dan heb je een stukje gevonden, plop. Nou, en zo'n klein stukje, dat zou je nooit bedenken. Maar het klopt wel en dat geeft wel iets extra's aan die tafel. Het leuke is dat ik altijd, het is nooit hetzelfde. Iedere dag is uniek. Ja. Ja, ja, het is zelfs wanneer je weet dat als je al die stukjes houdt, precies dezelfde stukjes houdt, op dezelfde manier op zo'n ding zet, door verschillende bewerking en je vaardigheid, ziet het er elke keer anders uit. Ook al is de eerste indruk anders. Als je op het moment dat je op detail gaat kijken, is het toch altijd anders. Dan hoeven ze niet anders voor, dan hoeven die stukjes houdt niet in een ander patroon voor te leren. Nee. Nee, dat klopt. Maar het is wel grappig dat je dat zegt, want volgens mij was je degene die zei van, je moet beginnen met een idee. Ja. dat klopt. Weet je wel, je moet een doel hebben van, ik heb een heel mooi om tafel te gaan maken, maar je maakt hier een ronde tafel. Heel goed als je een ronde tafel nodig hebt. Op het moment dat ik een vierkante tafel of een rechthoekige tafel nodig heb, heb ik meestal een ronde tafel. Ja, maar dan start je al vanuit het idee dat het een vierkante of ronde is. Volgens mij gaat het ook vaak in het proces van boarding ten tijde van. Ja, nou ja. Dus afhankelijk van wat voor de reden je uit de tafel. Ik heb het eerst, ja, ik heb het eerst even gemist. Ja. Ja. Ja, nee, nou ja, je merkt bijvoorbeeld bij een gezinsworkshop, is heel anders dan een workshop voor een bedrijf. En volgens mij heeft dat te maken met, als de tafel echt voor jou het gezin is, ben je veel meer aan het eindresultaat gehecht dan wanneer het 10 tafel is. Want dan is het een tafel voor allemaal. En wat je bij een gezinsworkshop ziet, is dat vaak de moeder toch wel in het hoofd heeft hoe het moet worden. Kinderen mogen mee, nou, het varieert van 5 tot 15. Leuk, jullie mogen mee een tafel maken. En dan vindt zo'n kind in één keer een stukje roze. En die wil zo'n stukje roze erop. Dat maar dat is niet de bedoeling. Ja, maar je had toch gezegd dat we mee mochten doen. Nou, dat proces, die spanning, zie je elke keer weer terugkomen. En dan zie je Ma op een gegeven moment maar van, ja, hoe gaan we, Ma wil bijvoorbeeld lineair, hè, dus alle letjes in, want dat geeft rust en dat heeft, nou ja. En dan binnen 5 minuten wordt dat van tafel geveegd, we gaan mozaïeken. Nou, dat is dan al de eerste. Je moet wel rustig. Hè? Moet wel, want ja, we hebben al zoveel dingetjes die onrustig zijn. Nou ja, dan komen er van dit soort, kinderen zijn dol op dit soort kleurtjes en die felle kleuren. Dan proberen ze nog een beetje van, nou, dan dat deel mag jij dan beleggen en dan papa en mama doen dat dit deel. Dus zo'n heel proces is wel heel mooi om te zien en is ook op zich wel weer goed te sturen. Als je dat gewoon laat gebeuren, dan kan het gewoon gebeuren dat 2 uur lang alleen maar geschoven wordt. Nou, dan merk je echt, dan voel je de energie helemaal weggaan. Dus dan is het zo van, dit plankje, is dat goed? Ja, leg het op de goede plek. Oké, vastzetten, tikke dik. Volgende plankje. Dat plankje, is het ook goed? Ja. Tempo erin en dan zie je in één keer weer dat ze niet gaan denken en dan krijgen ze weer energie omdat het afraakt. Omdat je gewoon ziet, je ziet het letterlijk groeien, dat geeft voldoening. Dus dan vind je blijkbaar niet zo heel erg meer dat het niet helemaal is wat jij wil. En op die manier komt het weer op gang. En wat bij je soms bij bedrijven ziet, dan de ene is dan nog amicaler dan de andere. Ik heb leg dan een blad neer en dan zeg ik van, ja, wat ik altijd doe, ik begin altijd in het hart van de tafel. En dat is gewoon mijn tik. Van, dan heb je ook een bepaalde structuur van, helemaal in het midden van de tafel begin ik met mijn latje. En dan ga ik verder werken. Ga bij schang. Ja, dat moet jij zelf weten. Maar er komt een moment dat je heel veel moet gaan zagen. Oh, tak, tak, tak. Nou, er komt dus een moment dat ze heel veel moeten gaan zagen. En dan zie je dus op een gegeven moment een paar diagonalen.
en dan een paar weer zo. En dan merk op een gegeven moment, nou, we hebben toch eigenlijk niet zo'n zin meer. En dan leggen ze gewoon een hele grote plank in één keer zo erop. Ja, je merkt ook altijd van hoe verder de workshop vordert, hoe groter de planken worden. Ja. Het is echt van, nou, we hebben eigenlijk niet zoveel zin meer. Want in het begin is het echt mierenwerk, allemaal kleine dingetjes zo. En ja, dan op een gegeven moment gewoon geen zin meer. Dan ben je 3, 4 uur bezig, 5 uur. En dan kleed je gewoon zo'n lange plank erop. Maar daarin zie je heel duidelijk het verschil, blijkbaar. Dus als het echt niet helemaal voor jou is, ja, dan blijkbaar vind je het wel leuker om wat gekker te doen. En dat zegt soms ook natuurlijk wel iets over zo'n bedrijf. Ja. Dan kun je wel, je hoeft niet meteen te veroordelen, maar het is wel van, nou, dat ding staat daar, geef nou eens commentaar op. En ja, wat is er nou gebeurd? Ja, dat is wel aan de hand van, als je 10 foto's van verschillende tafels laat zien, dan kun je dus precies zeggen of het goed tafels gemaakt. Ja, het proces en hoe dat team eigenlijk op dat moment functioneerde, en dat zie je terug in die tafel. Doe je daar wat mee? Ja, precies. Nou, ik zou er wel meer mee willen. Alleen op het moment dat ik een bedrijf workshop doe, doe ik dat vaak dan met een andere trainer. Dus ik hou me wat meer dan. Ik zorg ervoor dat ik krijg dan een x aantal tijd en dan moet die tafel gewoon af zijn. Dus dat is mijn zorg. Ja. Maar ik heb het laatst voor een Saxion Hogeschool gedaan. Ik heb wel een hele praatsessie gehad en daarna nog. En ik vond dat ze daar, met wat er in de workshop gebeurde, eigenlijk veel te weinig deden. Er waren gewoon 3 teams en er was 1 team die pikte gewoon meteen alle kleuren weg. Oh ja. Dat was het gebekte team. En er was een wat timide. Nee, was. Er was een ander team, wat vrouwen, van goh, zouden wij ook nog een stukje blauw mogen? Nee. Samenwerken. Dat ging over. En het thema op de school is volgens mij gastvrijheid. Oh, en ja. En dat ja. En ik had ook om te zorgen dat iedereen wat kon doen, liet ik ze ook nog kleinere dingetjes tafeltjes maken. Zit gewoon een bord zelf naar kun je ook niet pakken. Toen had dat team, wat zei van hier met die kleuren, die had dat bordje laten liggen. En toen vroeg ik, en zij moesten naar een ander punt weer. Dus ik vroeg aan iemand van het andere team, zou jij dat bordje voor hen mee willen nemen? Nou, met moeite. Dus je merkte toen al dat er iets was gebeurd, waardoor zij nog geen credit meer hadden. Ik denk van ja, je hebt het over gastvrijheid en vervolgens kom ik verschillende locaties, dus het was niet helemaal duidelijk wat waar naartoe moest, waren verschillende taartjes. Dus ik kom daar met me hebben houden, een groot blad brengen. Ja, nee, die leeft die moet gewoon naar Apeldoorn. Mm-hmm. Doei. Hetzelfde team. Het andere team, ja, we hebben hier ook wel een technische dienst en misschien kan die wel op en neer rijden. Meedenken. Ja. Dus dat ging gewoon zo door en dan denk ik van. Nou, dan zou je wel wat mee willen. Ja, of in ieder geval van trainers, doe er wat mee. Maar ze komen toch bij jou met dat doel? Of is het puur van leuk vermaak? Nou, zij huren mij dan als onderdeel in. En die tafels was echt bedoeld van, ze hadden 's ochtends een sessie en dat moest zichtbaar worden in de tafel. En moest nadenken of het een zittafel. Ja, ik vond het veel. Dan wordt het voor mij al vrij lastig op het moment dat je met al zo'n doel zo'n workshop ingaat. Ik heb liefst gewoon blanco. Ga het gewoon maken, kijk wat er gebeurt. En ik had eigenlijk beter andersom doen. Eerst op tafel maken, daarna inmiddels zien wat gebeurt. Ja, analyseren. Maar ja, weet je, dat is ook natuurlijk de ervaring die ik telkens krijg. Omdat natuurlijk, ik weet het denk ik ook wel, vanuit het doen worden dingen heel erg zichtbaar. Ja. En je kunt echt uren over gastvrijheid praten. Maar is vervolgens iemand die vanuit Nijmegen naar Deventer rijdt, gewoon weer naar huis stuurt. Omdat hij verkeerd blad bij zich heeft. Dan denk ik van, nou, ik,
ik denk als ik bij een hotel zou komen en ik zou als klant op die manier behandeld worden, kom ik daar niet meer terug. Nee, nee. Dat is de laatste keer dat je komt. Ja. Ja. Maar hoe vaak maak je het gewoon mee? Van, iedereen, je komt in een winkel en je wordt genegeerd van die iemand nodig hebt. En wanneer je gewoon een rondkijker bent, dan springen ze met 25 tegelijkertijd op je nek. Ja. Ja. Ja, dus dan moeten ze wat van jou. Of ze willen wat van jou verkopen. Ja. En dan zijn ze denk ik wel heel aardig. Gerrit, hoe breng je jouw verhaal naar de wereld toe? Is dat door middel van een website? Of ja, ik heb een website bijzonderetafel.nl. Ja. En daar staan wel verhaaltjes over workshops en gezintafel. Ja, en Jasper van Impelee heeft een keer spontaan een filmpje op mijn werkplaats gemaakt. Ja. Waar ik wat vertel. Ja. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen, want ik heb niet jouw website bekeken. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij jouw ervaringen, bijvoorbeeld door zoiets als passends als hier door middel van een blog inderdaad terug zou geven aan de wereld. Ja. Omdat hier waanzinnig veel verdieping in het ogenschijnlijk simpele verhaal van het maken van een tafel zit. Ja, ik heb wel af en toe geblogd, maar dat zou ik wat vaker moeten doen. Dat ze misschien juist bij jou komen om uit te zoeken van hoe kunnen we ons team sterker maken. Ja. Ons beter profileren. Ja, ik zou in die zin de kracht denk ik om met een trainer of een coach samen te werken. Waarbij dat samen doet. Ik bedoel, ik zie tijdens een workshop ook wel heel veel, maar ja, soms sta ik net even met mijn rug naar iets toe, omdat ik iemand even moet helpen met zagen. En zeker als het een grote groep is, is het gewoon fijn om... Oh zeker, maar ik zie het wel, ik voel het wel. Ja. Dat is denk ik ook, vind ik het mooie van wat ik nu doe, dat alles wat ik eigenlijk in mijn leven gedaan heb, is gewoon, komt, dat ik graag met mijn handen werk, doe ik. Maar ik merkte ook als meubel maken van, ja, alleen maar in die werkplaats. Ik word er dood ongelukkig van, daar heb ik veel mens voor. Maar om nou weer een trainingsbureau te beginnen, dat vond ik ook weer een stap te ver van me af. Een coachingsbureau of trainingsbedrijf, om nou echt alleen maar weer trainingen te geven. Trendbedrijf. Trainingen. Dat vond ik ook weer een stap te ver. Omdat ik gewoon merk van, ja, op het moment dat ik letterlijk iets in mijn handen heb, dan praat makkelijk en dan zie ik meer en kun je niet verder doen. Dus het is wel een hele mooie combi van ervaringen die ik gewoon op heb gedaan in de loop van de tijd. Dus dat is denk ik ook wel de meerwaarde om het samen met anderen te doen. En ik kan me voorstellen als je veel trainingen geeft, dat je vaak wel iets kan gebruiken wat ook heel praktisch is. En het is iets blijvends. Ja. Mooi. Dus niets leuk is dan zo'n groep gaat weg en die hebben die plankjes erop geniet. Spijkend en die steken allemaal over de rand. Het ziet heel rommelig uit. En die gaan dan weg. Ik werk hem af, ik zaag hem netjes af, zet er een dingetje aan. Ik onderstel erbij lak of epoxy en dan een week of drie later komt die tafel aan. Dus van dit aan elkaar geplakt. En zij zijn er al weer drie weken van af. Zien ze in één keer zoiets. Tering. Dat is ook wel, dat is ook voor een groot deel zo. Alleen, ik heb natuurlijk al een paar dingen aan toegevoegd. Maar dat geeft wel heel gaaf. En daar zit je dan aan. Dat is dan die kantine of die teamtafel. Als je met hun die tafel maakt, dan zien ze ook hoe die tafel gaat worden. Het is die niet juist het onderste boven maakt. Nee, nee. Wat ik gewoon doe, ik heb een lemenplaat. Dus dat is die plaat die hieronder zit. Daarop leggen ze. Ja, dit is dan gaat het laatste vlak complex. En meestal gewoon in de lening, maar dat heb ik een keer gekregen, dus dat gebruik dan. Die zaag ik in de vorm van de tafel die het moet worden. Dus ovaal, rond of rechthoekig, of wat dan ook. En dan ligt het dus in een bulk hout dat ze zelf meegenomen hebben, wat ik voorbewerkt heb, en mijn eigen plankjes. En zij gaan dan dat allemaal met een dekker en duim erop schieten. Je hebt toch allemaal houtverschillende dingen? Ja, maar ik zorg eigenlijk dat al het hout wat ik heb ongeveer 18 mm is.
Ja, en bij die kast maakt het trouwens helemaal niet uit. Ja, dat is het. Ja, dus zit erin. Ja, zo vind ik, ja. Ja. En het meest. Hoe tek je dat dan? Want je tek je er gewoon door die 18 mm heen een. Ja, je ziet hier een puntje. Dat is gewoon een spijkertje. Ja, dus doet hij wat lijm op. En dan. Ja, dat straks ziet. En dan schiet je hem er gewoon doorheen. En dan zit hij vast. Hij gaat niet over een vlakbank heen. Nee. Nee, want dan zou je alle kleuren zou je weer eruit halen. Je kunt het natuurlijk ondersteboven doen. Ja, dan zie je van je krijgt allemaal dikke en dunne kleuren. Ja. Maar die eerste tafel, die hebben we gelegd en toen ondersteboven in elkaar gelijmd. Nou, dat was ook echt één groot drama. Want op een gegeven moment wel wat hoogteverschil. Ja. Nou, en ik her en der is rondgevraagd, nou, hoe zou je dat nou kunnen afwerken? Ja, wat moet je met epoxy doen? Nou, toen kwam ik bij een bedrijf aan, die verkocht epoxy. Nou, wij voor €350 epoxy besteld. En mengen, bijmengen, spullen opkwakken. Nou, ziet er goed uit. Koffie drinken. Nou, kwam ik na een half uur terug. Nou, als je ooit in Nijmegen bent, dan zou je die tafels moeten zien. Nou, echt. Ik zie Niels nog helemaal dit wegtrekken. En die dacht van, fuck. Dat was mijn €250. Echt luchtbellen. Schuimen. Echt, dat zag er niet uit. Dus ik die lui opbellen van, hoe doe je dat eigenlijk met epoxy werken? En toen was het wel handig geweest plan te maken, maar ja, goed. Ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Nou, dan moet je tussen de 5 en de 25 graden doen. Oh, het was die dag 30 graden in de werkplaats. Dus en als je veel aanmaakt, moet je meteen in de platte bak gooien. Want dat is een chemische reactie. Dus hoe meer warmte, hoe groter het volume, hoe meer warmte, hoe sneller het uithardt. En het mag, oké, we hadden gewoon een hele emmer aangemaakt. En niet te dikke gieten. Oh, wel een centimeter gegooid. Dus na een half uur, echt, als je hand zo ver boven hield, snikheet. Dus dat ging helemaal barsten scheuren. Toen hebben we de buurman van Niels en ik hebben een deel van de tafel, baanverband, helemaal afgefreesd. Al die epoxy. Daarom zie je ook af en toe in dat blad dat we iets te diep zijn gegaan. Dan zie je in één keer zo'n freespoor door zijn kleur lopen. En toen hebben we het op die manier. Laagjes. En dan gewoon echt met een kast erop of zo? Of nee, gegoten. Nou, hier zit het toch wel een millimeter dik op hoor. Maar ik ben toch wel verbaasd. Want je moet al je plankjes dus even dik hebben. Toch wel. Ja, dus er zit. Als ik bijvoorbeeld vloerdelen krijg, die schaaf ik allemaal naar 18 millimeter. Dus voor mij zit er. Vrij veel voorwerk aan. In die workshop voor de hogeschool was ook met 45 man drie tafels. Die tafels heb ik in twee gezaagd, zodat ik fysiek meer mensen kwijt kon. En in plaats van 3 tot 5 uur, wij hadden we nu maar 2,5 uur. Dus ik had alles op 9 centimeter gezaagd. Al het hout dat zij meegenomen, smiddags andere 9 centimeter gezaagd. Zodat zij in principe, als ze slim waren, alleen hoeft af te korten. Ja, ja. Want met 45 man ga je niet met machines werken. Ja. Dus op die manier kun je heel erg sturen naar het eindresultaat. En dan maakt het ook, en dan maakt het voor een groep ook mogelijk om het te doen. Anders is het. Ja, wat is je maximale aantal deelnemers zeg maar voor zo'n workshop? Ja, ik dacht dat 45 man onmogelijk zou zijn, maar dat hebben we met z'n tweeën gedaan. Dat, ja, het ging. We hadden gewoon bladen van 21 bij 21, dus dan kun je fysiek toch wel een man of 6 omheen. Normaal zeg ik een tafel van 2 bij 1, of een man of 7, 8. En als het er meer zijn, doe ik gewoon wat kleine dingetjes, zodat ze. Er zijn altijd wat mensen die detail toch wel lekker met de vrienden, dus die kunnen wel hier al lekker naar gang gaan. Hey, Gerrit, als dat mag, nog even naar jou. Kijk eens een paar jaar verder. Wat doe je dan? Waar sta je dan? Ja, mijn droom is wel dat
is misschien symbolisch dat gewoon iedereen weer aan tafel zit. Niet zozeer van aan mijn tafels, maar ja, dat, ja gewoon de, het gaat over verbinding en dat mensen ook gewoon ervaren hoe het is om dit ook gewoon samen te doen. En minder praten, meer doen. En zo'n tafel is dan een mooi symbool. En ik hoop het te kunnen uitbouwen ja, naar meer bedrijven en gezinnen. En nogmaals, de vorm is natuurlijk niet nieuw. Dat zeggen mensen over. Ja, doe maar aan, hoe heet die? Ja, niet in één denken. Ja. Maar het proces en dat, die verbinding, dat is wel heel bijzonder. En dat. Ik heb dat ook niet echt bedacht, maar ik voelde wel aan van ja, dat zou heel gaaf zijn. Maar de werkelijkheid is gewoon veel mooier. Het is zo gaaf te zien als een gezin daarmee bezig is, of als een team daarmee bezig is. En, ja. Of aan de tafel om juist wel met elkaar in gesprek te raken. Ja, en dan goed op en verkeerd meegeeft. Wij doen dat hier nu ook, maar dat is even praktisch omdat we dat ja. bericht naar buiten willen brengen. Ja. Maar ja, ik irriteer me mateloos aan alles om iedereen die inderdaad de apparatuur bedienend binnenkomt, ergens neervalt en gewoon bijna onbereikbaar is door dat ja. apparaat. Terwijl ik dan denk, aan de tafel kom je met elkaar in gesprek. Ja. Wat is de feedback die je krijgt van de bedrijven die nou die tafels hebben gemaakt? Je hebt een bedrijf gehad die hebben die tafels gemaakt, zoals die Saxion Hogeschool. Nou, hebben ze tafel gemaakt, je hebt de tafel bezorgd. Ja? Nou, je hebt dat met een doel, dat is mooi ook samengevat door, ik weet niet van wie het maar. Wat is de feedback die je krijgt? Wordt er nog wat mee gedaan? Ik heb tig van die cursussen gedaan, ja? Buitensport en met honden en met paarden en tafels maken dan nog niet, maar andere problemen oplossen als team. Allemaal met het idee van een betere team. En op het moment dat je dan terug bent op kantoor, denk je van ja, het was een hele goeie. De eerste dagen pak je er maar een beetje mee en daarna is het weer gewoon binnen de 6 uur op en we slaan elkaar de kop. Ja, nou ja, ik heb nog, het is nog te kort om echt. Ik spreek dan af en toe nog wel de trainer waar ik de eerste workshop mee gedaan heb. En die Saxion, die hogeschool is nog gewoon te kort. En ja, ik snap wat je bedoelt, ik doe ook die follow-up niet. Alleen wat ik wel merk, en ik heb zelf ook heel lang outdoor activiteiten gegeven als sportleraar, dus ook daarvan weet ik het effect. Dat kan nog heel lang na blijven eilen. Alleen, ik vind de kracht van de tafel, dat is en het blijft zichtbaar. En ik ben ervan overtuigd, als je ook heel bewust die tafel maakt als teamtafel, dat is onze tafel, en dat problemen ook aan die tafel opgelost worden. En jij zit aan dat deel wat ook jij weer gemaakt hebt en waar jouw plankje van de badkamer in zit, ja, dat heeft toch een bepaalde magie. En daarmee wil ik niet zeggen dat daarmee problemen opgelost zijn. Dat zou erg mooi zijn. Maar het helpt wel. Dan nodig zou ik je bijna uitnodigen van kom er één maken. Wat ik gewoon bij gezinnen merk, iedereen die er eentje heeft, elke keer. Dus ook een stijl die had een oud. Kastje van opa en die opa was kleer maken. Dus een tangetje moest er in die tafel en een van de normaal moest er in die tafel. Dat hebben we allemaal in die tafel gegoten. Ja, dus elke keer, dus die herinnering, die is blijvend. En, dus ik denk wel het voortraject en hoe je het aanbiedt en hoe je het ook evalueert en terug laat komen, ja, dat bepaalt natuurlijk of de tafel zijn waarde blijft houden. Daarom vind ik zelf ook dat het ook uiteindelijk wel een heel mooi product moet zijn. Als je kunt, stel dat ik een workshop schilderen ga doen, portret schilderen. Ja, ik denk niet dat ik dat thuis op een muur ga hangen. Omdat ik voor mezelf nou vind dat ik nou niet echt mooi kan schilderen, ook niet na een dag. Maar deze heb ik dan toevallig zelf gemaakt. Maar zo kan ook de tafel eruit zien die je gezin gemaakt hebt. Bedrijf. Dus je hebt wel een mooi product in huis staan. Iets waar je trots op bent van ben je gewoon gedaan. Ja, vooral in de week
voor bedrijven, workshops en alles organiseren. Het hele bootcamp en alles, dat is eigenlijk helemaal over en uit. En juist het samen iets maken, iets doen, wordt over gevraagd. Al bijvoorbeeld een workshop ice carving, maar die is niet geloof ik zo goed bezocht. Waarvan je denkt van, oké. Maar ze zijn allemaal gaaf, we gaan in teams iets maken, we gaan iets doen. En dus het ijs natuurlijk wel, dat vergaat weer. Maar toch, het eindresultaat dat ze samen al naar, dat vonden ze echt helemaal geweldig. En het hele, nou inderdaad met die paarden zouden we ook vaak zien, het is allemaal al zoveel gedaan. Ja. Ik vind het heel uniek. Ja, dat is in ieder geval waarvan ik, daarom is denk ik wel weer een mooi voorbeeld van de mooiste dingen die je overkomen, die bedenk je niet. Dus dit zie ik ook gewoon als een cadeau. Dat ik echt niet op een dag bedacht van, ik moet nou echt iets nieuws gaan doen. Dus laat ik dat eens gaan bedenken. Maar door de ontmoetingen en daar open voor staan en mensen tegenkomen, ontstaat zoiets. Ja. En dan achteraf merken van, dit sluit toch wel heel goed aan bij wie ik ben en wat ik doe. Mm-hmm. En daarom, dan moet je wel 2 jaar lang ook een beetje door de stof heen happen. Ja. Maar je had een gezonde dosis lef nodig. Je moet wel vertrouwen erin hebben. En ik heb altijd wel het gevoel van, dit moet gewoon goed komen. Alleen op dat moment kom ik vaak wel janken van. Als ik weer 5 euro had verdiend en ik had weer aan de bus 1000 euro gehaald. En weet je wel. Maar je bent continu vanuit je hart. Ja, dat probeer ik wel. En ik merk zelf, ik heb natuurlijk ook elke keer, en ik weet niet voor jullie, wie van jullie zijn er allemaal op ondernemen? Dat is gewoon best, jij denkt er misschien ik denk wel vanuit. Ja, wat volgens mij voor iedereen wel herkenbaar is, dat je bent op een gegeven moment je opdrachten bezig, en dan opdrachten klaar, en er ligt nog niet direct iets te wachten. Dus bij mij is het heel sterk. Ik leef het zelf, klanten betalen, klaar. Dus elke keer wel zo'n moment van, weet je wel, ik hoop dat het er nog terugkomt. En dat zijn de momenten dat ik ook weer in mijn hoofd schiet. Ga ik nadenken, ga ik me zorgen maken, ga ik pieken. En als ik dan uitkijk, zit ik weer dagenlang achter mijn laptop en dat vind ik zo slecht. Totdat ik denk van, weet je wat, ik ga gewoon een tafeltje maken. En dan loslaten en ineens gaat het telefoon. Idioot is om dat is. Ja. Maar elke keer. Je maakt ze ook los voor de verkoper van je. Ja. Okay. Ja, ik heb gewoon een aantal waaronder deze stond voor de. Ja, die kunnen gewoon gekocht worden. Maar. Mag ik het eruit? Ja, graag. Want ik probeer me een beetje in jou te leven. Wat is nou de volgende? Dan zit je te denken dat jouw volgende stap is. Om voor samen met 5 directeuren een stoel te maken. Oké. Okay. Wat krijg je dan voor situatie? Want weer een tafel, dat staat voor gemeenzaamheid. Dat is plat. Dan zit je omheen. Ja, dat is niet. Dat gebeurt. Je leeft ook aan een tafel. Gezinsleven gebeurt aan tafels. Ja. En er wordt vergaderd aan een tafel. Dan denk ik, 4 intelligente mensen die een stoel moeten maken. Dan zit je met een ramp of een. Want die eigen stoel moeten maken. Picasso. Ja. Dan kun je vierkanten zitten. Ja, gewoon uitproberen. Kubistisch. Ja, want. Als jij voor 4 directeuren zorgt, ik regel het hout wel. Ja, maar je kunt van 1 maand zaken. Nee, maar dan krijg je. Ja, we zijn allemaal directeuren. Tafel is plak. Ja, dus dan kan je poot onder zetten. Maar je kan met 6 mensen stoel maken en je loopt. Grote kans dat niemand erop kan zitten. Nee. Nou ja, het is ook een kubistisch geval wel. Ja, dat was uiteindelijk ook de reden om ik tafels wilde maken. Omdat het. Gewoon goed te maken. Mijn stoelen en kasten, dat is veel ingewikkelder. Ja, bedoel ik een stapje. Ja. Ja. Nee, maar ja, ik als op een gegeven moment die vraag zou komen en het past ook. Binnen het verhaal en het voegt op die manier wat toe, dan zullen er ongetwijfeld ook stoelen komen. Want dat vragen mensen dan wel eens van, op een gegeven moment over 5 jaar dan heeft iedereen toch een tafel. Ja, maar
als ik nu al de ontwikkeling en de mensen die ik tegenkom zie en ideeën die ontstaan, dat is iets waar ik me... Ja, maar ja. De boekenkast komt er. Ja, dus dat gaaf. Dat maakt echt een boekenkast maken. Wat ik wel, ik vind het heel intrigerend, zeg maar, hoe je dat gezamenlijke productieproces gebruikt. En ik begrijp ook goed waarom het een tafel is, juist vanwege die gelijkwaardigheid. En ik snap ook dat een adaptatie op het maken, of het nou een tafel of een stoel is, dat weer andere emoties bij die groep gaat losmaken. Zoals ja. Wie mag erop zitten, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik heel interessant. Maar wat mij heel erg aanspreekt, omdat ik daarin de meeste raakvlak zie, zeg maar, met mijn ervaringen, is dat het proces er naartoe, wat jij omschrijft. Dus ofwel met een plan te werken, het een sluit het ander niet uit nee. Natuurlijk, maar of juist heel erg met een plan werken en zo gaan we het doen. En dat alle daarom heen ontstaan problemen, zeg maar, die zijn allemaal gerelateerd aan dat idee, want daar, ja. Daar hou je aan vast. Ja. Versus de werkwijze waarbij je van tevoren met elkaar overeenstemt van oké, ik moet een tafel worden en dan wordt blauw. En dat is een beetje wat we vastzetten en de rest laten we organisch lopen. En dat ja. Vind ik heel erg interessant om dat laatste... Ja, vertoont veel raakvlak met agile werken wat wij proberen te doen. Ja. Dus ik vind het ook wel een interessante metafoor, omdat ik het lastig vind om klanten te laten ervaren. Ik leg dan uit waarom wij agile werken, wat onze overweging is, want wij zitten op één lijn. Ik geloof ook meer in dat laatste vorm. Maar ik vind het de manier om dat door tafels maken met elkaar te ontdekken. Hè, dat je dan ook conflicten kan vermijden door met elkaar naar alternatieven te gaan kijken. Ja. Omdat je niet alles van tevoren vaststelt. Dat soort zaken, dat soort ontwikkelingen in een groep vind ik heel erg interessant. Ja. Omdat wij zijn er als organisatie, ja, wij kennen het model, we hebben die ervaring, we hebben de tafel gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Maar het is nog lastig om onze klanten te laten ervaren van waarom zij dat ook zo op die manier zouden moeten doen. En ik vind het eigenlijk wel een hele verfrissende metafoor om onze klanten op zeer korte termijn iets van tafels of wat dan ook te gaan laten maken. Om zelf ook te ervaren dat als je van tevoren niet alles wil vaststellen, dat je dan ook conflicten kan vermijden door alternatieven te kiezen of met elkaar naar een oplossing kan werken binnen een bandbreedte die je van tevoren zet. Ik zie trouwens een tijd dat we moeten gaan afronden, maar ik denk dat het wel een van de krachtigste dingen is die ik ben, die men op groep ervaart, ook inderdaad bij een tafel, hey, als het maar gewoon kan doen. Dan komt het wel goed. Maar wij hebben volgens mij een soort collectieve faalangst in Nederland dat we eerst alles afgevinkt moeten hebben om maar een stap te maken. Ja. Terwijl als je het blijkbaar gewoon gaat doen en je laat het gebeuren, is het resultaat vaak nog veel mooier. Alleen zit, zit daarvoor niet een moment dat je met elkaar besluit dat je het dus laat gebeuren? Want als je op het moment dat je er verschillend in zit, en de ene wil een plan maken en wil het helemaal uitdenken en de ander wil het laten gebeuren, dan krijg je hele gekke processen. Ja, nou, dat klopt. Je moet wel eerst met z'n allen eens zijn. We niet tafel nodig hebben, geen stoel. Ja. Ja, dus gewoon, als je zegt van een plan, dat je een plan, als ik zeg dat je een plan nodig hebt, dan moet je eerst, dat is niet zozeer van, hij moet precies zo hoog zijn, precies zo en precies zo. Want dat is een stuk vrijheid niet te maken. Maar je moet wel met elkaar over eens zijn dat je een tafel nodig hebt. En wat voor afmetingen die ongeveer moet hebben. Maar voor dat gebruik. Ja, maar ook die werkwijze is van inderdaad van ja, oké, we gaan het laten ontstaan. Dat is een heel basaal. Ja, nee, maar dat klopt wat je zegt. En natuurlijk, omdat ik vaak met een soort deadline zit, ga ik daar vaak wat meer in sturen. Door, als ik te merk dat ze alleen maar aan het schuiven zijn, ook al zei ik van oké, dat plankje, is dat goed? Ja, ja, oké, tutut, klaar. Ja, jammer dan. En dan dwing ik ze om uit dat denken te stappen. Want ja, jongens. Je kunt kiezen of hij wordt niet af en ik ga hem afmaken. Als je dat niet wil, dan moet je gewoon doorgaan. En dan merk je in één keer wel dat er tempo in komt. Maak je er nog een vraag, anders heeft mijn volgende weer komt. Maak je er nog een ritueel van degene die het eerste plantje deden, die het begint? Of laat je dat gewoon gebeuren? Het laat gewoon gebeuren. Ja, dat gebeurt meestal. Ben ik niet bewust mee bezig. Okay. Maar dat zijn ook allemaal wel weer dingen waar je mee zou kunnen gaan spelen. Ja. En wat je in je metafoor kan gebruiken. Dus dat is wel een mooi. Ja. Maar dat is dat. En daar een spel van maakt. Ja. Ja. Het ritueel. Ja. Ja. Dit is het begin. Ja. Nou, je ziet natuurlijk vaak dat je hebt mensen die het patroon willen bepalen. Je hebt mensen die zeggen van laat mij maar zagen.
Jo, je kan alle kleuren waar mensen hier zitten daar weer aan gaan proeven. Ja. Want anders heb je nog zo. Nou ja, ik ben van kom beneden nog even verder kletsen als je wil. Ja, goed. Jongens, is dat juist? Dank jullie. Ja, goed. Is dat juist?